Het was even juichen vandaag voor automobilisten. De boetefuik op de A2 gaat verdwijnen. Op een stuk tussen Amsterdam en Utrecht mag je nu overdag maar 100 km per uur in plaats van 130. Ja, dat heeft niet iedereen door en dus gaan veel mensen op de bon. Vanaf half mei verandert dat en mogen we altijd 130 rijden. Ik vind het niet nodig om harder te rijden dan 120. En ik vind het vooral nodig dat je overal in Nederland even hard mag rijden, zodat je niet voortdurend hoeft op te letten waar je zit. En word ik doodziek van. 5 baans weg, 100. Dat is best moeilijk. Je rijdt snel te hard. En je hebt zomaar een bon te pakken. Dus ik ben er wel blij mee. Volgens mij is het wel goed. Ik hou van het milieu en ik denk dat dat een hoop scheelt. En een beetje minder haast voor iedereen zou ook wel goed zijn. Nou, dat moet overdag ook kunnen. Ruimte zat, dus plek genoeg. Dus 130, zoveel scheelt er niet met 120. Dus rijd in ieder geval wel een beetje door. Ik vind het niet nodig. Ik vind 100 km per uur een keurige snelheid. En met die 130 km per uur, je maakt alleen maar meer lawaai. Het wordt ook wat gevaarlijker. En die paar minuten tijdwinst, ik denk, wat is dat in het hele leven?